vlag gaat omhoog. En dan gaat naar beneden, betekent start is gevallen van deze amateur-amatrice koers en eigenaar-rijders. Alle deelnemers gelukkig goed weg. Ja, de binnenkant is natuurlijk door andere deelnemers vrij zwaar geworden. Maar het is daar toch weer de favoriet Newton Renka die de leiding neemt op de tweede plaats, de nummer 5, Mr. Good News. Leo Geers gaat naar de derde plaats voor Luigi Di Marco, de nummer 1. Dan op een lengte of 2-3 zien we op drukken de nummer 9, Madness. Daarbij de nummer 10, Inflation. En ook nog aangesloten nummer 7, Love You Bear. Alle deelnemers verkiezen de binnenkant. Vooral in de bochten wat aan de zware kant. Nu gaan ze allemaal wat naar het tweede spoor toe. Is het daar de nummer 6, Newton Renka, die zeer overtuigend de leiding heeft genomen. Lengte of 2 erachter, Mr. Good News. Dan daar ook daarbij de nummer 4, Leo GS. Lengte of 2-3 daarachter. De nummer 1, Luigi Di Mago. Aan de buiszijde van de nummer 8, Madness. Zo gaan we weer naar de bovenbocht toe. Uw grote favoriet aan de leiding. En dan zien we een van de deelnemers zelfs 3/4 gaan. Het wordt daar wat dringend daar in die bocht. Love You Bear probeert wat terrein goed te maken met Kim Hagort. Moet daardoor wel door het derde spoor. Maar dat kan wel eens wat beter parcours geven dan de binnenkant, die vrij zwaar geworden is. En Kim maakt daar gebruik van. Pad wat nog niet zo vaak betreden is. Rukt het ook nu langzaam wat op. Madness zit er nog wat tussen met Yannick Mollema. Maar die wil misschien wel graag het tweede spoor overlaten aan Kim Hagort. En die neemt ook de tweede plaats in. De galopade daarvan de nummer 10. Inflation. Met nog een ronde te gaan. Uitgeschakeld nummer 10. Nummer 10 galop. Twee dames delen op dit moment de lakens. Daar in de binnenzijde is nog steeds de nummer 6, Newton Renka. Grote outsider aan de buitenzijde, Love You Bear. Madness krijgt daardoor een mooi parcours in het tweede spoor. Binnenzijde nog goed meetrekkend, Mr. Good News. Leo GS en dan nog de nummer 1, Luigi Di Mago. Laatste maal aan de overzijde. Tempo weer wat gedrukt. Nog steeds halve lengte voordeel. Voor Newton Renka wordt het de zoveelste overwinning voor de Gele Canaries. Gaat nog steeds sterk door. Dan zien we nu naar buiten komen Madness. Madness gaat proberen voor het indraaien van de laatste bocht Love You Bear op de knieën te krijgen. Dat lukt ook. Maar die heeft nu weer strijd met Leo GS. De drie kansparen melden zich nu bij eerste, tweede en derde plaats. De overige deelnemers moeten nu wat trein prijs geven. Is het daar nog steeds Newton Renka, maar die wordt nu serieus bedreigd. Nu door Leo GS. Madness heeft misschien met zijn loop wat hier wat zwaarder op zijn steekloop. Is het nog steeds aan Newton Renka? Hiltje ziet het gevaar aankomen. En Willem Brouwer is zo slim genoeg om het wat harde parcours op te zoeken met Leo GS. Dit wordt nog een spannende ontknoping. Het is nog steeds Newton Renka. Newton Renka, Leo GS probeert er overheen te stappen. Het wordt nog heel close op de laatste meters. Maar het is toch weer, lijkt het Hiltje Talsma. Het lijkt het 6 te zijn. Ja, dit is de 6 voor de 4. Dan de 5. En dan de 9, de 1 en de 7. Dat zijn de voorlopige cijfers hier op de baan van Emmeloord. Ja, we wachten nog even op de officiële aankomst van deze zevende koers. Ja, we zien een beetje ongebruikelijk tafereel hier. Een paard zonder sulky, maar zal hier en daar wel zijn beweegredenen hebben. Nou, zeker niet de eerste keer, maar het is een beetje bangig. Ja, ze is hij is wat grillig vandaag, Newton Renka. Felicitatie natuurlijk van de vertegenwoordiger van Stal Gele Canaries. Is het officieel, heren? Ja. Ja, in de tussentijd maken we toch maar weer een gesprekje. Ja, een zucht en een wat is er, Hiltje? Nou, kijk, sinds een korte tijd heeft Newton Trek wat je zien. Maar als je die eruit hebt, dan is hij, nou ja, dan is hij een beetje baldadig bij de huldiging. En na de koers. Dus dan is het altijd even, hem in toom houden is even een dingetje.
Is hij dan lastig bij de sulky ook? Of ja. Gaat hij draaien? Ja, maar ik denk, ik zei tegen Jan, we gaan het proberen. Maar dan kom ik hier bijna en dan draait hij in één keer om. En ja, we moeten geen ongelukken. Het werd toch nog spannend? Ja, het werd zeker spannend, maar het was genoeg. Hij dacht dat hij er was, denk ik. Want hier net voor de finish deed hij de oren naar voren. En toen stopte hij me. Ik dacht, hey, we moeten even naar de finish. Het zou een beetje lullig zijn dat hij net... Ze pakt je, laat je niet met rust. Nee, Kim kwam al vroeg. En ja, dat geeft op zich niks natuurlijk. Maar daardoor kreeg Mertens een hele mooie koers op die rug van Kim. Dus, we hebben het weer gedaan. Wel zwaar aan het worden nu, hè, de binnenkant. Hè? Ja, binnenkant wordt wat zwaarder, maar het valt mij trouwens heel erg mee met hoe de baan is. En we hebben nog één koers. Ja, daarom hebben ze zich prima gehouden. Ja. Goed dat het allemaal doorgegaan is. Ja, vooral dit stukje hier en de bocht in. Dat is het slechtste. De rest van de baan ziet er mooi uit nog. Je bent een kampioen, denk ik, hè? Dat mag ik niet zeggen, maar ik sta er redelijk goed voor, ja. Ja, ik sta er wel goed voor, ja. Ja. Hoeveel overwinningen zit er wel niet? Dit jaar? Ja. Ik denk iets van de 12e of 13e. Uit 15 start? Nee, dat nog net. Nee, dat nog net niet, nee. Okay. Hiltje, we zien wel vaker denk dit jaar weer in de winnaarsring. Deze heeft ze alweer te pakken met Newton Renka. En Newton is al naar toe. Nou, Hiltje mag even voor de tribune op en neer rijden. Thank you so much.